Het schoolseizoen is weer begonnen. Hoe is dat voor jou? Ja, wel druk, maar het gaat gewoon goed op school, ook in combinatie met de optredens. Dus het gaat allemaal goed. Ik ben nu net naar een andere school gegaan en dat is ook voor topsport. In plaats van dat ze mij dan vrijgeven voor wedstrijden, krijg ik vrij voor optredens. En het huiswerk kan ik altijd in de les maken. Dus het gaat meestal buitenschool om de optredens en de interviews. Dus. Ja, want zo'n dag als vandaag, Buma en El, op een dinsdag, is normaal een dag dat iedereen in de schoolbanken zit. Ja, ik mocht vrij vandaag. Dus ja, dat was wel fijn. Wat is nou iets wat je nu al is bijgebleven, waarvan je dacht van, oh, dat vond ik, heb ik gehoord en dat vond ik heel nuttig? Nou, ik vlog ook op YouTube, Michelle Okken gewoon. Alleen, ook een beetje de regeltjes hoe je, meer volgers kunt krijgen. Sowieso een vaste tijd in de week en gewoon niet ingestudeerd, zeg maar. Gewoon lekker spontaan? Ja, gewoon spontaan. Ja, mijn nieuwe single is uit en de clip ook. En daar spelen de Veerkampjes in. Dus dat was echt heel gaaf. Hoe ben je nou weer bij de Veerkampjes terechtgekomen? Ik had een optreden in Ahoy van de Winterfair. En toen kwamen ze naar mij toe. Ze waren meteen heel spontaan. En toen vroeg ik of ze in mijn clip wouden spelen. Want er moest een nieuwe clip komen. En dat wouden ze wel. Dus dat was heel gaaf. Ja, dat is ook heel bijzonder. Dan, op dat moment besef je dat niet. Maar daarna komt het besef pas. De beugel. Wanneer mag je eruit? Nou, wij hopen over 2 maanden. Was het afzien? Ja. Ja, zeker. Vind je het heel vervelend, dat ding? Ja, ik vind het heel vervelend. Ik vind het ook trouwens heel lelijk, maar ja, het moet gewoon.